Dames en heren, we staan hier bij de natuurlijk van Timber Stalin richting uit Halsema. Erkend producent natuurlijk van Stalin richting in Nederland en West-Europa. En nu heeft het gewoon op in de box hier bij de centrumstrook. Stal Timber Halsema, gewoon beter. We sturen langs de wagen van ATA de Boer in Drachten naar het bos van Kruisterveen. De oude stalbaan natuurlijk, om zo dadelijk de toppers in het vizier te krijgen. En dat betekent dat ze dan de tweede ronde aan het voltooien zijn. En dat impliceert dat Sven Nys, dames en heren, hier de dans leidt. Tweede man in het WK, Jonathan Tate, daar vlak achter. Dan Gerben de Knecht, dan Radomir Timonek, dames en heren. En dan komt natuurlijk Sturen netjes erbij met het nummer 25, Thijs van Amerongen. We zien Lars Boom, we kijken naar Wieland van Gil, we kijken naar Christian Heulen, Erwin Verwekken, Ben Berden en Richard Groenendaal. We hebben één of twee mannen gemist, dames en heren. Ja, er is moeilijk manoeuvreren in het zand, maar het komt er natuurlijk door. Denk ook het nummer 29 rond de deelnemers zijn. Bart Gierig, kijken ook naar Michel Huenders. Een van de jonge talenten, dames en heren, uit de Nederlandse veldritscène. Kijken ook naar het nummer 15, Martin Slamilek uit Tsjechië. Dan natuurlijk ook met het rugnummer 28, Jean-Pierre Leijten. En zo rijden ze hier allemaal voorbij. Duikt op dit moment, gaat rustig daar die zandbak in. Petter Dlars, dames en heren, ooit twee.